Gene. What up? Vandaag is een klein gevalletje The Last of the Mohicans. In de vorm van deze Edelman vatgerijpt wijneditie. Ik heb hem in 2019 misgelopen. Maar ik nogal spijt van had. Of ja, niet zozeer spijt. Het was gewoon letterlijk niet gelukt. Maar gelukkig. Voor de portemonnee niet helemaal. Maar gelukkig stond hij bij. Café Slagboom nog gewoon in de kelder. En dus heb ik de mogelijkheid om dat nog te proeven. En met jullie te kunnen delen. Laten we hem inschrijven. Hij is uit 2019 in de nawerking, en hij kwam dus eigenlijk niet tijdens de originele release met de Geneve variant uit. Maar later samen met een wijnstokerij functioneert een wijngaard ergens in het midden van het land, laten we naar de neus gaan. En in de neus vind ik hem een verrassend Grand Prestige. Dat eigenlijk een veel uitgesprokener barrel voor. Dat lijkt van het mee te worden. Voor mij is eigenlijk in de neus helemaal niks van het wijnkarakter bij elkaar. Laten we het gewoon gaan proeven en kijken wat deze 2019 van lang in 2021 op de klok doet. Proost. En de slok is het een voeling subtiel, maar er zit een heel klein druivig zuurtje in. Wat hem eigenlijk precies goed doet, een heel klein beetje een droog waasje eroverheen legt. Waardoor die Grand Prestige net wat complexer wordt. Ik moet zeggen, vooral nadat de Portugese versterkte wijneditie zeg maar, afgelopen jaar geweest was, was ik wat sceptisch over de reguliere wijneditie. Dit is eigenlijk precies genoeg wijn om het fijn en fijn te maken. Hij is 3,6%. Ja, iets zwaarder dan een normale Grand Prestige, maar hij doet lichter aan dan een normale Grand Prestige. En hij is heel subtiel en zacht. Eigenlijk een beetje het roasty karakter van een normale Grand Prestige heeft. Wordt volledig lam gelegd door het lichte, weinige druivigheidje. En dat bevalt mij uiterst goed. Voor dit bier ga ik daar niet begonnen bij laten. Ik zou zeggen, eindelijk bedankt voor het kijken. Hopelijk tot aan het volgende video.